Ze gingen de F-16 van de midden richting Italië. Ze zullen van het eiland Sardinië al het luchtrom bij Libië in de gaten horen. Om de grote belangstelling van de passen vertelde commandant Luit waar het om gaat. We hebben getrainde vliegers die in staat zijn om met die F-16 en alle hulpmiddelen die we hebben heel snel een situatie in te schatten en als het nodig is ook over te kunnen gaan tot het handhaven van het embargo door vliegtuigen te onderscheppen die dan ongeautoriseerd door dat gebied vliegen. Daarom binnen de F-16's die van Juwet al drie mannen inzet worden bij Libië zwier bewapenen. Want als een vertocht vliegtuig net luistert wil en net reageert op waarschuwingssignalen, wordt er sketten. Als het moet, dan zou dat kunnen natuurlijk. We hebben niet voor niks die wapens bij ons. Maar zoiets verloopt niet alleen zeg maar, op beslissing van de vlieger. Daar hebben we rules of engagement voor, om het zo maar eens te zeggen. Dus de vlieger krijgt hele duidelijke spelregels mee. Waarmee hij dan kan beslissen zeg maar, op welk moment hij welk zeg maar, geweld mag toepassen. Als hij dat moet. Ook een minijager en een KDC-Tsingen, die het in de loft de F-16 bijtanken kan, keren naar mij. Ja, het levert 160 mensen onder missie. Tien daarvan binnen piloot. Betoefde vlingers, maar ook jonge piloten die het van deze NAVO-opdracht leren matten. Ze weten natuurlijk precies wat er van ze wordt verwacht. Ze zijn daar heel goed op getraind. De vliegers doorlopen het hele jaar door gewoon een omvangrijk trainingsprogramma. En ze zijn eigenlijk altijd in staat om dit soort missies ook heel snel uit te gaan voeren. En dat, nou ja, dat is ook gewoon de kracht zeg maar, van de F-16's hier op de vliegbasis. Is dat we in staat zijn om heel snel ergens naartoe te gaan. En dan ook snel zeg maar, zo'n missie te gaan volbrengen.